Als je iets niet lukt of niet gedaan heeft, dan ben ik nooit als coach teleurgesteld daarover. Ja. Nou, hey. nee. Nou, okay. Zo, uh, ik denk dat ik even weg ga hier. Want, uh... Nee, wacht nee, maar Ik vind het juist. Ik vind het heel gemotiveerd. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over aanpassingen maken aan je trainingsschema. Mag dat zomaar? Dilemma. Staat er een zware intervaltraining op het programma? Heb je net slecht geslapen? Wat doe je dan? Niet zeuren en gewoon gaan? Of het toch rustiger aan doen? Is je trainingsschema altijd heilig of mag je er gerust van afwijken? En hoe bepaal je dat dan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. En meteen al vanaf het begin bij ons, Guido. Goedemorgen. Hey, Guido. Hey, goedemorgen. Hartstikke ja. goed geslapen of niet? Ja. Ah, Oké. Okay. Ja, 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 ja. Je <laughs> zit er dus ook hier aan. Ik check dan wel uit. wat meer aan vanochtend. Ja. Uh, Qua vragen ja, en ik... discussies. Ja, 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 ik ben heel scherp. Oké, okay, mooi. Hoor. Precies, ja, want uh, dit uh, onderwerp kwam bij ons op de redactievergadering langs. Waar zullen we het dus over hebben? Nou, zei jij, ik heb wat uh, leuke dingen verzameld over trainingsschema's. Uh, het onderwerp uh, micro-quitting kwam ik van de zomer mee, vind ik ja. interessant. Anderzijds, hoe uh, coaches uh, omgaan met wat een coach, in mijn geval ik en Guido, opgeeft. En anderzijds. Uh, welke parameters moet je op afgaan om eventueel je schema's aan te passen? Zoals, uh, zoals bijvoorbeeld hartslagvariabiliteit, ja. slaap. En toen zei ik nou, weet je, hartstikke leuk dat we het erover gaan hebben. Maar volgens mij moeten we dan Guido meteen vanaf het begin aan tafel zetten. Want uh, die heeft daar natuurlijk ook heel veel op aan te vullen. Dus uh, fijn dat je er al bij bent, uh, Guido. Um, laat maar bij het begin beginnen, Jurgen. Waarom hebben we het vandaag over nut-noodzaak van trainingsschema's en het eventueel aanpassen nou, daarvan? Dit, volgens mij is dit toch wat iedereen bezighoudt van train ik goed, uh, train ik voldoende, zit ik aan de juiste knoppen qua intensiteit, qua duur, qua frequentie. Ga ik ja. vooruit? En dan ga twijfelen als je natuurlijk een beetje stil komt te staan. Uh, doe ik niet te veel? Heb je slecht slaap? Nee, doe ik niet te weinig. Doe ik niet te weinig? Nou, ja, dat is de dat... grootste zorg van de meeste ja, mensen ja, natuurlijk. En zelfs doen. ik, ik heb, daar, uh, heb daar ook mee te maken op mijn manier. Uh, dat ik soms denk. Ja, oké. Okay, uh, zou ik niet nog een extra training moeten inbouwen deze week? Nou, daar komt het er ja, weer van. Uh, ja. ja. Waar jij laat wel. ik dat allemaal uh, van afvangen? Dus <laughs> ik denk dat het gewoon heel... Interessant onderwerp voor alle luisteraars is. Ja, heel elk interessant. Niveau. Ook ja. wel heel breed. Ja. Uh, dus we, we uh, versmallen hem een beetje. We hebben die drie onderwerpen: micro-quitting, daar ja. kunnen we zo als eerste maar eens in. Dan gaan we het hebben over de relatie tussen mij en Guido. Nou, niet die specifiek, maar oh. wat doen nou mensen die de luxe hebben om met een coach te trainen, die programma's krijgen. En daar heb je ook wat interessante uh, studie van gevonden. En tot slot, uh, het aanpassen op basis van hartslagvariabiliteit, slaap of andere factoren. Hoe dan, wanneer dan, hoeveel? Dan ja, als bij het begin beginnen van de zomer werd ik enthousiast in onze slimme presteren podcastgroep omdat ik een artikel uit mijn ooghoeken zag. Ik zal je bekennen, mannen, ik heb het artikel niet eens gelezen, ik zag alleen maar de kop micro Hoeveel laat je eigenlijk liggen? Ik heb het trouwens wel gelezen, uiteindelijk, maar dat ging dan over het concept dat je als je een interval moet doen of als je een baan moet zwemmen of als je een ja. opdracht krijgt dat je eigenlijk net. Het randje eraf loopt. Dus in het zwembad. dat je net niet helemaal doorzwemt tot de muur. Of dat je bij een 90 seconden interval. op het moment dat die Garmin. Hè, die begint natuurlijk. 5 seconden af te tellen. dat je hem al bij de 5 laat lopen. Ja. ja en daar hadden ze onderzoek naar gedaan. En dat valt nog mee. want dan doe je in ieder geval. jouw 10 keer intervallen zoals afgesproken. Ja. In dit geval, ik heb het echt nog een keer even gelezen, dat artikel. Dat was, uh, lekker flinterdun wel. Uh, gaat het er ook om? Je hebt van tevoren of op het schema staan uh, tien intervallen. En je doet er uiteindelijk, denk je, bij het opstaan, nou... 8 is, uh, is ook goed vandaag. Ah. Dan. Dus dan, of 9 dan. Want dan is het echt nog micro. Anders wordt het een beetje. Anders mega wordt het quitting. gewoon kwitting. Yeah. Uh, <laughs> <ze>, wel <laughs> grappig. Zij, zij hebben daar dan Er is een evolutionaire verklaring, misschien nog wel voor. Yeah. Is het feit dat jij uh, ja, niet wil falen. En dus op, jij, op het moment dat jij aanvoelt mijn lichaam, is er niet klaar voor. Yeah. Dat jij dan dus onbewust denkt: van nou dan doe ik gewoon een stapje minder. Want ik wil gewoon niet dat die tiende keer dat ik dan niet red zeg maar. Oh ja. Dus dat uh, ja, Een soort en, indekken. Ja, indekken en eigenlijk is dat breder. Na nou, ja, het hele leven probeer je natuurlijk in te dekken. Je belooft misschien van alles of je wil van alles doen en uiteindelijk denk je: nou, red ik dat vandaag? Nou, ik denk het niet. Dan ja. Doe ik het ja, net even minder. Dus. Maar toen had jij, jij kwam met die berekening en jij zei van: nou, als ik nu ga uitrekenen voor mijn eigen intervaltraining. als ik elke keer bij 90% zou, zou stoppen, zeg maar. Ja, ik had of toen dat... een training, geloof ik 10 ja. keer 90 seconden. Stel nou dat ik de ene ja. keer 5 seconden afsnoep, dan ja. loop ik toch uh, 50 seconden minder in die intensieve ja. zone. En weet je wat, bij mij dacht, ja, boeio, Want ik, vind, ik heb altijd, en daarom is het goed dat Guido erbij hebt, zoiets van: ja, dan dus staat ik, ik vind dat behoorlijk arbitrair. 10 keer dit, 10 keer dat, 8 keer zus, 9 keer zo. Zou het dan echt iets uitmaken? Zou dat lichaam precies weten, die mitochondriën en die bloedvaten? Van, hé, hey, ik heb maar negen keer de interval gevoeld. Niet die tiende keer. Dus ik ga me niet aanpassen. Nou, Guido, reageer maar. Hé, hey, ik ga helemaal mee met Jurgen. Want ja. ik, ik vind ook dat je denkt, ja, weet je, ik maak uiteraard wel de schema's. En daar zet ik ook wel tien keer een bepaalde <laughs> uh, intensiteit voor een bepaalde tijdsduur erin. En dan denk ik, ja. Dat moet hij, denk ik, kunnen. En bij elkaar is dat zoveel. Maar ja, is dat negen keer, als je dat zelf zo hebt bepaald, is het effect dan ook 90% ja. in plaats van 100%? Dat geloof ik niet. Nee. Nee. Nou ja, die, die dus... studie, of die studie, artikel moet ik noemen. Het was een artikel op twilightlead.com. Ja. Jij hebt in de show notes ja. nog een ander artikel. Um, in ieder geval, wat ze lieten zien is, het telt uiteindelijk wel op, hè? Ja, oké, okay. misschien heeft die trainer ook gewoon te veel erin gezet dat je het gewoon niet aan kunt. En um, bij jezelf verstandiger, dat je denkt, ja, weet je, mm. pff, die ene haal ik gewoon niet, want dan ben ik echt helemaal kapot. Nou. En nou ja, wat, wat, wat is ook een, een, een hè, wat, wat uh, Jurgen dan ook zegt: het, het is ook het niet willen falen van atleten. He, als je ja, kom, je zo op, kom zo. Op. Op. Altijd ja. een beetje meer doen dan zonder Web 2. Maar, maar ik zit, zit, nog je, even ja, zit jij bij Kido wel eens te kijken, gewoon in die files die je allemaal binnenkrijgt? van, van hey, Heeft deze persoon wel, hij moet een minuut interval. Heeft hij inderdaad die minuut afgemaakt? Of is er eentje die structureel die bij, bij 55. Uh, 55 seconden stopt? Nou ja, dat is ook alweer het mooie van de Training Peaks. En als je structured workouts maakt. Ja dan wordt dat voorgeprogrammeerd. En dat is handig voor de atleet... want dan weet hij wanneer hij hard moet... en wanneer hij mag stoppen. Maar het is ook handig voor de trainer... want dat raamwerk gaat er gewoon overheen. En ik kan dus zien... hij start op dat moment... en hij eindigt op dat moment. En denk ik... hé, wacht even. Interval acht. Hé. Hij stopt gewoon 30 seconden eerder. Ja. En als er dan geen commentaar bij staat... van oh jongen, ik trok het niet meer... en ik was helemaal kapot... en we noemen het allemaal maar op. Dan denk ik... hé... Was het op een gegeven moment te zwaar geworden? Waren het te veel herhalingen? En moest je na acht keer zeggen: oh, dat was echt genoeg? Want dat is voor mij informatie, daar kan ik dan lezen. Ja, weer maar dit vind mee. ik toch iets anders. Want dit, dit, dit klopt, hè? dit hebben we ook, dit speelt ook. Maar dit ja. gaat echt over de grenzen van je kunnen. Maar ik ja. vond het zelf, daarom bracht ik het in. Maar ik merk hier, ik word er aan alle kanten uitgelachen. Maar dan uh, hou ik mijn eigen voordeel erbij en hoop ik dat ik wat luisteraars uh, meekrijg. Ik, wat ik er zelf inspirerend aan vond, is door het. Alleen al het, het, de, het begrip micro-quitting aan mijn vocabulaire toe te voegen. <laughs> dat het ja. mij helpt om net even iets langer door te drukken. Wat ik zeg, in die baan. Als wij met vijf man in een baan liggen bij de UTT, ja. als je niet oplet, gaat die laatste die stopt al ja. vijf meter voor de muur. Stopt die met zwemmen, dus. want dan kan niet bij. Nee. Die andere vier moeten gewoon aan de kant en laat die gas doorzwemmen <laughs> tot de muur. En jij denkt dan, hé, daar heb je weer zo'n micro-quitter. Ja, en en maar weet je hoeveel <laughs> ja. baantjes je doet op een <laughs> 25 jij wilt meter jij wil geen micro-quitter zijn. Hè, nee, ja, ja. Nou, mij inspireert het. Ja. Maar goed, dat jullie het allemaal uitlachen <laughs> en wegwijven, dan ja. is het niet relevant. Maar ja. ik, vond het, uh, ik vond het fijn om door te zetten. Nee, ik, ik, ik snap het ergens wel. Dat voelt natuurlijk ook goed bij jou. Als jij gewoon netjes die intervallen echt gewoon volledig kan afmaken. Nou, en andersom, het motiveert mij om een stapje extra te zetten. Ja. Want ik kan je vertellen. Inderdaad, Guido, wij werken ook met die structured workouts. En die begint inderdaad vijf seconden voor het einde van het ja, ja. interval te piepen. Ja. Kan je vertellen, zucht van verlichting. Hè? We ja. zijn er. Maar dan kun je hem dus daar al laten uitbollen. Of pas bij het vijfde piepje als je echt bij nul bent. Ja. Nou, als jij nu zegt, Guido, maak mij geen reet uit die vijf seconden. Maar goed, mij. Ik... Ja, nee, nee, nee. Wacht even. Dat zeg ik niet. <laughs> um, ik, ik kijk wel. Kijk, meestal. Je kijkt van wat hij dan in die minuut gemiddeld heeft gepresteerd. En als je die laatste vijf seconden laat lopen, dan zul je, en je zit nog steeds gemiddeld erboven wat je zou moeten lopen. Ja, dan heb je ergens in het begin bijvoorbeeld te hard gelopen. Dus dan heb je dat gecompenseerd op die manier. Uiteindelijk ging het, gaat het bij mij dan om dat gemiddelde daar, dat je dat gehaald hebt. Als je dat door die vijf seconden dus niet meer haalt, dan wordt het wat anders natuurlijk, want dan zit je steeds er net onder. Ja. En dan denk ik, hé, hey, nou ja, dan, dan valt niet meteen op dat je steeds vijf seconden te vroeg eigenlijk stopt, maar als je dan wat dieper erin gaat kijken, dan denk ik, hé, hey, wacht even, die laatste vijf seconden, dat zijn gewoon hele lage waarden, waardoor het gemiddeld omlaag gaat, die loopt gewoon niet door. Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de prikkel die je aanbiedt. of die een, een atleet ja, krijgt. Dat betekent ook wel dat, nou dat precies, die microgronden je niet seconden zitten te ja. tellen. Nou, laat het dan iets mentaals zijn. Ja. Dat je gewoon de kracht ja. hebt om uh, tot het einde zoiets af te ja. maken. En, en je moet ook bedenken: weet je, ik, be, ik als trainer. en er zijn nog veel andere trainers. die bedenken een programma. maar dat is niet zeg maar de waarheid van. als je dat niet volhoudt um, en je doet het iets korter. Dat het dan bijvoorbeeld veel minder effect zou hebben, omdat ja, je hebt niet gedaan wat, wat volgens de trainer, wat de waarheid is. En hm. uh, ja, die suggestie uh, wordt dus wel de... in die artikelen gewekt, hè? Dat dat microquitting ja. zich zo ver optelt en opstapelt. Ja, dat, ja, je dat je misschien echt misschien uiteindelijk, als ja. je dat iedere training doet, echt wel dingen laat liggen. Ja. Maar goed, nou, ik hoor jullie sceptisch. Ik vind het inspirerend. Ik hoop dat er wat luisteraars in zijn die zeggen: Dankjewel, Gerrit. Ik zwem vanaf ja. nu door tot de muur. Misschien moet jij een apart clubje ja, maken is... binnen Strava. Van, uh, nee, dat ga ik niet doen. Ja. Netjes... We gaan doorschakelen naar het tweede onderwerp. Want ja. daar raakt hij al een beetje aan. En dat gaat specifiek over mensen die dus inderdaad de luxe hebben om, uh, zoals ik met Guido, te trainen met een trainer die programma's opgeeft. En in die programma's staan vaak bandbreedtes. Guido, uh, bijvoorbeeld lopen ze twaalf ja. minuten tussen de 300 en de 320 ja. watt of doe eens ja. drie minuten dit. En wij hadden het hier uh, van tevoren al even kort over. Uh, volgens mij herken jij daar ook een fenomeen waar jij ook een studie van hebt, Jurgen. Maar Guido, <laughs> wat zie jij vaak gebeuren bij atleten? Nou, als je de bandbreedte opgeeft, uh, wat je zegt, bijvoorbeeld 300, 320 watt, de meeste atleten gaan dan echt wel naar die 320. Ja, je gaat zoeken... structuur aan de bovenkant zitten. Ja, het liefst altijd even net daarboven. Want ja, denk ik, ja als je dat zegt, dan, dan is het natuurlijk, ja, als ik daar aan de bovenkant wil zitten, dan is dat beter. Dus ik ga dat proberen. En dat vind ik op zich nooit een heel groot probleem. Tenzij je daar in die eerste intervallen dik boven gaat zitten en dan gewoon op een gegeven moment die training niet meer kunt volhouden, omdat ja. je te veel uh, energie hebt verspild. Ja. Ja. Want dan verschiet je natuurlijk je doel voorbij. Dan denk je, ja, ik heb wel even een paar flink hard er boven gezeten. Maar ja, die laatste drie eh, haal ik niet meer. Want dan was, was ik op. Ja, ja. ja. wat heb jij voor studie gevonden? Ja, nee, Jurgen? er zijn best wel wat studies. Steun van Erp heeft er ook uh, eentje gepubliceerd. En er is in... De wielrem-wetenschapper die ja. we eerder hier te gast hebben gehad. In, in Groningen heb je het Coach in Control project. Waarbij ze eigenlijk goed uh, proberen te monitoren van. In hoeverre de pupil volgt wat de coach opgeeft of dat gematcht is. Uh, en met name kijken dan, ja, de duur, dat is één ding natuurlijk. Maar meestal denk je van ja, dat uh, als je opgeeft een uur, dan doe je ook een uur. Doe me wel even denken aan, uh, wil ik toch even terug naar microquitting. Dat heb ik nou wel. Stel je gaat lopen en je komt bij je huis en het is 59 minuten heb je gelopen. Dan loop ik nog wel even door dat ik een uur volg. Dus in die zin uh, wil ik ook geen ja, quitter zijn. Dus ja, heel dat uh, is zij name... goed van jou, joh. Ja, dank je wel. Waar zij wel uh, ja, duidelijk verschillen vaak vinden is in de coach heeft een bepaalde uh, ja. Uh, belasting in gedachten en die wordt dan gemeten, uh, bepaald aan de hand van RPE is nog een heel belangrijk parameter natuurlijk ja. ervaren maat van inspanning maal de duur dan heb je die session RPE uh, en dan moeten de pupil ook invullen en dan gaan ze die naast elkaar leggen en dan vinden ze toch vaak een mismatch en dat is individueel bepaald. Ergens ook wel logisch dat voor de ene pupil die scoort, waarschijnlijk zijn A.P. ook anders dan de andere. Maar dat zet wel een coach wel aan het denken: van die, die denkt, ja, hè, ik, ik heb een bepaalde training uh, voor ogen. Met een bepaalde uh, belasting. En nou, wat die, die, uh, mijn pupil doet, ja, komt daar helemaal niet goed mee overeen. Dus kortom, dat is dan zoeken naar uh, noem maar op. En die, die mismatch wordt gevonden bij nou ja, uh, wielrenners, want de Teun van Erp. Maar dus ook in die studies in Groningen waarbij ze kijken eigenlijk naar jonge talenten in het roeien en het schaatsen. En dan zeggen ze juist daar is het zo belangrijk om dat goed in de gaten te houden. Want het zijn mensen van 17, 18. Die gaan vaak of uit huis, gaan misschien studeren, krijgen nou ja, een hoop dingen op zich af buiten de sport om. En dan is het ja, super belangrijk dat zij uh, niet te veel doen. Overbelasting ligt bij hun heel erg op de, de loer. Aan de andere kant ook niet te weinig natuurlijk. En dan zie je toch duidelijk van, nou, bijvoorbeeld in die roeiers, ja, die willen allemaal in een, uh, dan in bijvoorbeeld, er wordt ge gezegd, oké, okay, in hun geval drie zones waarin je traint van intensiteit, dat ze ja, vaker in zone 2 gaan trainen dan waar eigenlijk zone 1 bedoeld is. Dus ze hebben iets, die natuurlijke neiging van, nou ik ben nou toch aan het roeien. Oké, okay, ik moet rustig aan doen, zone 1. Maar ik doe toch even een schepje erbovenop. Want trainen is goed, zeg maar. Dat is altijd... Dan heb ik echt gewoon extra mijn best gedaan. En dat is, ja, dat is echt wel een probleem eigenlijk daar. Of in ieder geval, er wordt in ieder geval geschetst. Van ja, uh, het, het, ja het, wat de coach opgeeft en in gedachten heeft... en wat de pil uitvoert. Ja, dat is een, een puzzel, een zoektocht. En toch even, waarom is dat een probleem, Guido? Nou, voor mij is het niet zo'n groot probleem, vind ik. Nee? <laughs> Nou, we hebben het toch vaker gehad over het belang van die ja, rustige kijk, bij, bij trainingen bij en hoe, hun, hoe, bij hoe moeilijk hun. dat is. Oh, ja, ja. In ja. deze situatie is het geen één-op-één-coach, die, nee, nee, die nee, gewoon nee, nee, dagelijks nee. kan terugkoppelen. Dit is gewoon ja. iemand geeft een trainingsprogramma voor een week, misschien twee weken. Ja, en die ziet uiteindelijk na twee weken van, ja, die pupil is niet vooruit gegaan of die is misschien overtraind geraakt. Ja, daar zit denk ik het belangrijkste... Uh, ja. Uh, ja, en dat is, dat is denk ik bij mij wel anders, want ja... Ik zie ze elke dag om de dag, uh, zie data en commentaren verschijnen. Um, en soms gaat het inderdaad wat harder dan gepland. Um, maar als het gevoel daarbij heel goed is en prima is en de trainingen andere trainingen leiden er niet onder, dan mag dat wat mij betreft. Want um, het gevaar is wel: als je, kijk, als je een rustige training echt weer harder gaat doen, dan is vaak het gevolg. Dat je de harde trainingen lichter gaat doen. Mm -hmm. Dus dan komt alles een beetje dichter bij elkaar te liggen. en dan zit er niet heel veel variatie in. En dat wil je eigenlijk niet. Grijs trainen ga je dan eigenlijk. Dat wordt steeds grijzer. Ja. 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 ja ditzelfde effect hoorde ik uh, van de week. Ik was natuurlijk vlak voor mijn marathon. hadden wij nog even een hele dikke trainingsweek. En toen, er was in een podcast, dat ging over slaaptekort, hoor. En er werd dus ook gevraagd, ja, maar wat zie je dan als coach of trainer als een atleet slaaptekort heeft? En dan werd dus ook beschreven, nou, wat je dan ziet is dat ze de intensieve trainingen gaan dempen. Weet je wat jij net vertelde, uh, Jurgen, ook ja. over dat micro-quitting? Van, oeh, ik ga aan de onderkant van de bandbreedte zitten. En die lichtere training, die rustig duurt, dan willen Niet ze dat toch even laten zien, ik ben er wel. En die gaan dan hard. Nou, ik ga me kapot. Dat is eigenlijk precies <laughs> wat bij mij ook die week gebeurde, oh, ja. Ik kwam natuurlijk dus uit de week Geneve. Je gaf ja. mij blokken in te vallen op bandbreedte 300, 320. Opeens, oh. waar ik normaal op de 320 in had gezeten, was. Nou, als ik die 300 maar haal, is het goed genoeg. En vervolgens, die dag erna, rustig, dacht ik: Nou, kan wel lekker doorstampen. Um, <laughs> ja. Exact, ja, nou ik was zelf dan al scherp genoeg om dat zelf ook waar te nemen. Maar dan, uh, Guido, wat, wat, en dan, dan schakelen we wel een beetje door naar het volgende en derde onderwerp in dit. En uh, moeten we dan aanpassingen doen of niet? Nou, voor mij stond daarna gelukkig een rustdag op het programma. Maar... Dus hoef ik niks aan te passen. Want dan verwacht ik dat je. Kijk, als je da stel dat je daar nou wat meer vermoeidheid door had gehad, doordat je dit doet eh, van de afgelopen dagen week. Dan, um, ze, ja, weet je, dan is het gewoon belangrijk dat je die rustdag goed herstelt. En um, dan komt de volgende training. En dan uh, um, kun je zien of dat gewoon weer goed gaat, of dat het eigenlijk hetzelfde trend voortzet. Ja. Ja. Dus het gaat om trends. Jij gaat niet meteen ja. denken nee. van oh, ja. ik moet nu ingrijpen. Je houdt het uh, nee. een beetje in de gaten. Oké, okay. er kan niet veel ja. stuk gaan op het moment dat iemand een keer slecht slaapt. Nee. Of een, een HRV die uh, laag is, of uh, nou ja, zelf aangeeft, ik heb nog uh, pijn in de poten. Dan denk jij, ja, nou, dat kan. Ja, 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 ja dat kan. Weet je, als je, e je moet nooit op, op één waarde, één, één training zo gaan ingrijpen. Ja, dat, zeker niet als het, ja, als het niet om ziekte gaat natuurlijk. Ja. Um, maar dan, ja, dat is geen paniekzaaien. Ja, want dat is dan dat derde onderwerp. Hè? De Mensen die werken met trainingsschema's. In, in, in ons geval, ik krijg een schema van jou. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die halen een schema van internet. Daar hebben we ook al vaak over: pas op, pas op, want dat ja. is misschien wel te intensief. Nou, een van de dingen om te meten of het eens intensief is, is iedere ochtend bijvoorbeeld je hartslagvariabiliteit met zo'n appje meten: hv voor training of een andere app. Uh, en uh, bijhouden of je goed slaapt, slash uitgerust bent. Maar dan gebeurt er iets interessants, Guido. Want ik krijg best wel af en toe. En dat kan ik vaak wel relateren aan werkstress of andere ja. factoren. Dat de HRV zegt: Limit your intensity today. Ja, dat uh, zegt de HRV dan. Kan je vertellen dat de praktijk is dat ik toch zo goed mogelijk aan het schema van Guido Vroemen wil voldoen? Ja. Dus gewoon mijn training ga uitvoeren. Ja, klopt. Doe ook ik dan iets die... niet goed? Of is dat oké? Okay, moeten we Nee, dat... ik krijg die dingen natuurlijk ook. Ja. Want, ja hè, jouw data zijn dan weer gekoppeld aan mijn coach account. Ja. Dus ik kan het ook volgen. Hij um, weet alles van je dus. Zeker. Ja. Ja. Maar mijn vraag is, want, want met Jurgen had ik het van tevoren op dit schema, ik krijg dan niet opeens een alert van jou, of we hebben ook niet de afspraak, dat jij tegen mij keihard zegt, hey, als HRV voor training rood of geel wordt, niet die nee. intervaltraining uitvoeren. Nee, nee, nee. Ik maak de beslissing en ik krijg informatie vanuit dat soort uh, data allemaal van jou uh, over slaap en herstel. Ja. En het is um, um, wat de app zeg maar, van HRV voor training als advies geeft, neem ik mee. En daar maak ik dan een stel dat ik denk, ja, weet je, nu is die wel heel slecht. En dan moet ik wel even weten wat er precies aan de hand is. En dan ga ik contact zoeken. Want, ja, of ik zet al iets voor bij die training. Van, nou ja, gezien de trend, hè, dagen achter elkaar slecht scoren in, uh, wat betreft HRV en, en slaap. Denk ik dat de, de intervaltraining wel um, of rustiger gelopen moet worden, of alleen maar rustiger duur, want dat zou dan, zeg maar, ingrijpen zijn. Als het een keertje slecht is, dan kun je wat, he, dan, dan is het, wat mij betreft, waarschijnlijk nog steeds mogelijk dat je die training goed kunt doen. Want um, misschien is, is de um, uitgerustheid of de, de app geeft misschien wel een. een andere beeld of een ander advies. Maar um, ben je fysiek nog wel prima in staat om die training te doen. Ja. Dat is eigenlijk de, 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 um, de afweging die ik dan maak mm -hmm. en niet de app. Ja, maar dat is wel interessant, want het is de vraag van fysiek zal hij in staat zijn om maar het is natuurlijk het hele idee: komen de prikkels nog wel genoeg aan? Is hij wel efficiënt dan aan het trainen? En dan gaan we, denk ik, over op een recente Vinse studie bij recreatieve hardlopers. Ja. Waarin ze eigenlijk. Ik trek even een peper uit zijn zak. Ja, <laughs> nou, maar Guido kent hij ook, denk ik. Ja, ja, ja. En waarin ze dus twee groepen uh, hardlopers hebben genomen. Ja. De ene is de controlegroep die volgt het. Het klassieke uh, trainingsschema, uh, zoals dat uh, bijvoorbeeld op internet te vinden is of vaak voorgeschreven wordt. Uh, zes weken duurtraining, en dan zes weken met meer intervallen. Volgens mij lopen ze vier keer per week. En dan die intervallen is uh, één tot drie keer per week. Uh, nou, en dat vergelijkt. Dat is eigenlijk voor de ene groep vaststaand, en voor de andere zeggen ze: Oké, okay, we monitoren. Dat doen ze eigenlijk voor iedereen. We monitoren ook je HRV, uh, je heart rate tijdens die inspanningen. En stel dat die bijvoorbeeld relatief hoog is bij een lage inspanning, dan is dat ook een signaal. Plus, uh, ja, hoe vermoeid ben jij? Ik denk dat ze dat ochtends monitoren samen met die HRV. En uh, heb jij spierpijn? Mm -hmm. En dit is wel even om te benoemen, deze uh, studie is gesponsord door Polar, of in ieder geval hebben okay. betrokkenheid. Dus die. Uh, hm. en, nou, wat er dan gebeurt is... Uh, Ik weet niet wat deze bijzin betekent voor de bevindingen, nee, maar ja, laten we eerst maar eens luisteren goed. wat ze gevonden hebben. En zij laten dus een algoritme erop los, waar nooit iemand van weet hoe werkt dat algoritme precies, op die, die vier extra uh, ja, inputs. Ja. Om dan eigenlijk per input te kijken of een, misschien in totaal uh, rode vlaggen te gaan uitdelen. En een rode vlag is, ja, dat is een beetje onduidelijk waarschijnlijk. Je ja, HRV is erg laag. Nou, we hebben het natuurlijk in onze aflevering over Pas gehad. Pas op, hè? want dan zegt Guido, gaat niet om laag of hoog? Ga nee, niet, precies, relatief of in ieder geval afwijking. Dus dan weet je niet wat algoritme, maar in ieder geval geeft een signaal... dat jouw uh, balans parasympathisch, sympathisch, ja. sympathisch uh, niet meer zo lekker is... Uh, de andere rode vlag gaat als jouw hartslag onevenredig hoog of laag is tijdens ja. een bepaalde inspanning. Een rode vlag als jij, uh, of, ja, jij aangeeft dat um, jij uh, vermoeid bent. Ja. En als kwalitatieve ergens, factor, ja. hè? ik voel me moe. Ergens tussen 0 en 7 moet je dat scoren. Ja. En vanaf 4, 5 dan wordt het uh, kritisch, zeg maar. En uh, de laatste is, wat zei ik? die ze Spierpijn. Had, ja, spierpijn. Mm -hmm. Nou, en dan zeggen ze, oké, okay, als je nou nul vlaggen hebt, rode vlaggen, dan train jij gewoon lekker door. Volgens, volgens het, het schema? Uh, nee, dan kreeg je iets extra's erbij oh, zelfs. Oh, ja. Ja. Als jij één rode vlag, dan, uh, dan hield jij het schema aan. En bij twee rode vlaggen of drie, dan moest jij juist minder aan gaan doen. En dan zagen ze eigenlijk na die uh, totaal twaalf weken, dat allebei die groepen gingen vooruit. Maar die groep waarbij eigenlijk de aanpassingen in het trainingsschema aan de hand van die verschillende parameters... Ja meegenomen werden. Soms meer juist schep je erbij, soms ja. een schep je eraf. Ja. En meer vooruit gingen en dus uh, suggererend dat een flexibel trainingsschema die rekening houdt met uh, dit soort zaken, met dus vermoeidheid, uh, spierpijn, um, wel is uh, wat efficiënter kan zijn en effectiever. Nou, effectiever juist ja. toch? Ja, je ja. traint meer. Ja, ja. Nee, je traint, dat, dat is een goede. Je traint dus niet meer. Want ze hebben uiteindelijk. Ah, toch wel, gekeken. als je geen rode vlaggen hebt, dan krijg je toch een schepje erbij. Ja, nou daar zit, daar zit iets, iets trickies in die controlegroep, hoe die trainde. Was altijd twee weken toenemen, één week afname. Okay. Twee weken toenemen. Dus een hele ja, soort periodisering. Ja. En als je kan ziet naar hoe die uh, de groep met die extra input trainden... dan zag je dat dat veel gelijkmatiger was... Okay. in die hele periode. Nee, dus en per ze... saldo trainen ze ongeveer evenveel. Precies, dan hebben ze in ieder geval... niet statistisch nee, nee, verschillend. Nee, nee. Ja. Uh, ja, en dus dat suggereert... als jij dat heel goed kan monitoren... en in ieder geval de juiste informatie hebt... en het algoritme ja, doet zoals hij zou moeten doen... dat het misschien op die manier wel... Uh, jou, uh, het goed is om je trainingsschema aan te passen. Mm -hmm. Nou, Guido, hoe? Nu zegt uh, Guido, ja, dat is mijn vak. Ja, nou ja, dat doe je dat is precies wat ik eigenlijk zelf doe. Ja, um, maar bij, bij, en... bij Gerrit dus niet eigenlijk. Nou, ho ho, dat is niet gezegd. Ik heb gezegd niet op dagbasis. Ja, ja, oké, okay. daar ging deze studie ja, over. Ja, nou, kijk, de, 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 deze studie, deze data twee keer in de week werden die data bekeken ja. en er werd er eventueel ingegrepen. Ja. Nou ja dit, ik kijk natuurlijk, ik maak per week een, ik geef niet een week schema van van of een, een schema van 16 weken. He, wat, wat deze natuurlijk, die controlegroep, die krijgt... Ik weet niet trouwens hoe... Of het ja, er... vier weken basis en al zes weken duur. Nou, zes die weken krijgen een schema, ja. een heel ja. lang schema. Ja. bij mij is dat gewoon per week steeds. Ja. En dus er zit altijd... Ja, ja. In die week zit er al een controle van... Ja, wat ga ik volgende week erbij doen of eraf doen of et cetera. Hè. En dan heb ik per dag eventueel ook nog eens de mogelijkheid... om dat aan te passen voor morgen. Ja. De dag zelf. Dus dat is eigenlijk... Alleen het wie maakt de beslissing, dat is niet zeg maar... Een algoritme nee. of een artificial intelligence programma. Want, dat maak ik en ik maak wel gebruik van die data. Um, maar ik wil wel zeker weten of die data dan ook wel goed zijn. Ja. Maar welke, um, data, namelijk... ja, welke data neem je mee? Wat, wat scoor jij Gerrit dan? Uh, scoor ja, jij ook spierpijn? score je ja, of vermoeidheid? Ja, ja, ja. En, zit ja, allemaal ja, ja. in die Hrv voor Training app die vraagt ah, ja. je allemaal dezelfde rode vleggen... als in de Finse studie. Ja, ja, ja. ja, ja Dat okay. is praktisch dezelfde. Ja. En de, de trend van um, groen hartslag en hartslagvariabiliteit, Ook tijdens de of na de nacht als dus je opstaat, um, daar zit een bepaalde bandbreedte. En als je daar helemaal uitvalt, dan zijn er altijd van, nou weet je, dan moet je opletten. Dat wil niet zeggen dat je dan meteen moet aanpassen, maar dan is het wel dat je moet opletten, want waarschijnlijk is je herstel in die afgelopen dag is gewoon niet optimaal geweest. Nee. En dat wil nog niet zeggen dat je niet kunt presteren. Maar je moet wel ervoor zorgen dat je herstel in die komende dag, dagen weer verbeterd wordt. En als je een, um, een programma het laat um, beslissen. Ja, die gaat af van wat erin komt. Hè? Hoe slechter de data, hoe slechter de voorspelling. Mm -hmm. Dus als er slechte data in komen, krijg je ook gewoon slechte adviezen. Dus dat is wel een risico daarbij. Hè? Weet je, als, waarom als je een zou HRB de data. Hebt... Ik ben even kritisch naar je, Guido. Waarom zou de data in, het algor, in, de, in de app of in de AI ja. slechter zijn dan de data die naar jou gestuurd wordt? Stel nou ja, dezelfde ik, data. Ik, ja, dat klopt. Maar als ik zie, dan denk ik: God, dat, dat klopt ergens iets niet met, ja, ja. met die meting. Ja. Hè, stel dat uh, uh, een hartslag in jouw hartslagvaar van een hardloop uh, van een training zitten allemaal spikes of hoge waarden? Dan denk ik ja, daar zit allemaal storing in. Ja. Die haal ik, hè, die denk ik, ja, maar dan heb je een hele hoge hartslag bij een heel laag tempo. Ja. Hè, daar, daar zit iets fout. Terwijl, als je dat in een algoritme gaat stoppen, die denkt, jee, die is echt, uh, gaat niet goed. Die ja. moet rustiger trainen, want die heeft veel te hoge hartslag bij die snelheid. Ja. Als een simpel voorbeeld daarbij. Dus die ja. maakt daarop een beslissing. Ja. En ik kan dat wel beredeneren, natuurlijk. En dan maak ik daarna de beslissing of dat wel klopt of niet klopt. Ja. Nou, ik vraag, want het is een enorme trend. Hè? Je ziet nu, ja. je wordt om de oren geslagen aan alle kanten met apps die zeggen: we gaan ja. jouw training personaliseren. En we hebben een algoritme. En ik, ja. ik kan de namen van alle apps die dat doen ja, ja. niet eens noemen. Ja. ja. Um, en ik zit nu even te denken, nogmaals, ik permitteer me de luxe dat ik met jou train. Super fijn. En ik heb ook alle vertrouwen in jouw inschattingen. Maar ik zit ook te denken aan al die luisteraars. die zich dat of niet kunnen veroorloven of niet willen veroorloven. Ja, ja, of... ja, ja. hier zit er een. Ja, nou, hier zit er een. Maar dan gebeurt er namelijk iets anders. Dat merk ik, dat heb ik al met jou, Guido. Maar laat staan dat je op een internetschema zit. Namelijk, je kan hier luisteren naar deze adviezen. Tegelijkertijd zie je een soort schema, inderdaad, voor mijn part zes weken door, waarvan je weet ik moet iedere week een interval doen. En je bent natuurlijk ook geconfronteerd met beperkte tijd in je agenda. Dus ik herken van mezelf ook de afweging. Ja, de zijn er staan wel op brood. En ja. ik moet vandaag ja. de intervaltraining niet doen. Maar ja, als ik hem vandaag niet doe, dan ja, wanneer niet ga lukken? ik hem dan wel doen? Dus <laughs> hoe, hoe ja. geven we mensen nou comfort in hoe je nou slim die afweging maakt? Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ja, als je met een programma. Kijk, stel dat je met zo'n programma zou werken. die je daarin support en steun kan geven. Van ja, ik doe hem wel, doe hem niet. Uh, pas het aan of pas niks aan. Um, blijf zelf ook wel kritisch meedenken. ik zou weet je, Dit soort dingen zou ik nooit klakkeloos gaan volgen. Nee. Dan, nou, dan... Oké, okay, eens. Wat ik denk ik bedoel is. als jij een schema volgt. naar je eerste marathon, naar je eerste triathlon, whatever. Dan gebeurt er natuurlijk iets in je hoofd. Hè? We hadden het met Jens van Lier over Ankeren. Dat je denkt: Dit is het programma wat ja. mij bij die prestatie ja. brengt. En als er natuurlijk dan iets gebeurt, dan kan het missen van een intervaltraining zijn. Of jij nam het net zelf al in je, woord, uh, in je mond, Guido. Als je bijvoorbeeld ziek wordt en je moet uh, drie trainingen missen. Dan ga je natuurlijk voor je gevoel relatief achterlopen op waar je zou moeten zijn. En mijn eerste ja. reactie is dan: Oh, dan moet ik inhalen. Je ja, ja, dat moet meer doen. Niet, yeah. Ja, 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 nee. Dat niet inhalen, je moet het plan wat, je, wat er stond moet je herschrijven nou. op, op, eigenlijk, hè? weet je als je ziek bent geweest sowieso um, stel je, je zit uh, in een 16 weken plan en je bent na 10 weken zit je goed en dan ben je daar ziek een week ziek, dan zou je zeggen nou, weet je, dan, ga ik, dan sla ik week 11 over <laughs> en dan ga ik door met 12 nee, want nee. dat is niet meer reëel, je bent gewoon een week ziek geweest dus je bent slechter geworden je hebt achterstand op je schema gelopen. Ik zou eerder zeggen: ga dan week, hè, dan moet je je doelen misschien bijstellen. Maar ga in ieder geval aan het begin van week 10, voordat je ziek werd, stap daar weer in. Kijk of je dat niveau nog steeds hebt of dat je uh, uh, iets minder bent geworden. En dan ga je eigenlijk vanaf daar weer door en mogelijk nou ja, herstel je vrij snel. En denk je, ja, eigenlijk kan ik nu een beetje weer versnellen en kan ik iets meer gaan doen. Maar ik zal waarschijnlijk niet zeg maar, het schema in gaan halen waar ik was. Nee, en wat is dan, dat is misschien een open deur voor jou, maar toch even, wat is het gevaar als je dat toch gaat doen? En denkt, wacht even, uh, rammen, desnoods een extra training erbij steken. Waar kom je dan ja, uit? Ja, op zich zul je dan een grotere kans hebben op blessures. Op ja, dat, uh, weer ziek worden eventueel. Omdat je denkt, ja kom op, ik voel me weer en ik ga weer door. Uh, je, waar je op gaat. Um, beknibbelen is je herstel. Want je denkt, god, ik heb echt geen tijd. Maar ik lig achter, dus ik moet meer trainingen in dezelfde tijd gaan stoppen. Dus dan maar minder slapen. Dan sta ik maar iets eerder op. Dan kan ik vroeger, hè, vroeg gaan lopen. En dat gaat je, um, op den duur gaat dat je opbreken. Want uh, meer trainen vraagt dus ook aan de andere kant meer herstel. Dus dat is dubbel meer tijd. Ja. Ja, mooi. Ja, ik, ik snap het, maar ik ben blij dat we dat nog even in deze podcast ja. onderschrijven. Want volgens mij is dat precies waar iedereen me worstelt die niet een persoonlijke ja. trainer heeft. Denk, ja, ik heb hier een plan. En helemaal ja. als je nog een beetje aan het begin van je ja, sportcarrière staat en ja. denk, je ja, alles belangrijk. Ja. Nee, je moet je gevoel moeten dus, ja, moet ontwikkelen. Je nee, dat heb je niet. Dus ja, dat je krijg je alleen maar door te doen, te doen en ervaren, ervaren. En dan hopelijk ja. dat je nog het leuk vindt om. En dat is het. Ook met een, een trainingsprogramma kan in het ene jaar wel voor jou werken. en drie jaar later niet meer. of juist niet, omdat jij. ja, je bent sowieso ouder geworden. en jouw persoonlijke situatie is veranderd. En dat is juist. ja, wel het interessante. en waarvoor, denk ik, ook de, de puzzel die coaches graag willen. Uh, leggen en uh, oplossen. Maar dat, ja, dat is denk ik dat. te weinig mensen beseffen van. ah, je hebt gewoon. pluk een schema van internet, volg je. Nou, dan word je automatisch altijd beter. Nou, Deze is natuurlijk wel zo als je begint, hè? Ja, als je vanuit scratch begint, ja, ja. Ja, dan is elk schema... van niet trainen naar trainen word je altijd beter. Ja, iets doen van van niet doen naar iets doen, zeker. <laughs> maar op een gegeven moment wordt dat wel als je al een niveau hebt, denk ik. En dan, ja, uh, ja dan wordt het wel interessant. Maar ja, dat, dat is juist denk ik ook weer leuk om zelf te gaan nadenken bij jezelf van, hey, Hey, bij, bij dit schema ging het, ben ik meer vooruit gegaan en nou, dit werkt voor mij weer niet, zeg maar. Ik dus, uh, ja. Ja. ben nog wel even benieuwd, uh, Guido, naar jouw collega trainers, waarvan ik weet dat die ook veel luisteren. We hadden het uh, als tweede onderwerpje even over die, die atleten die dan altijd aan de bovenkant gaan zitten, met als risico dat ze uiteindelijk in grijs gebied uitkomen. Um, Anticipeer je daar dan op een gegeven moment weer op en krijg je dan een ja. soort cirkel. Er wordt natuurlijk heel veel <laughs> van het ja. Ja. Als ik dat dan doorkrijg. Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om bij het opstellen van programma's? Ja, dat klopt. Want je hebt wel. Je hebt natuurlijk sporters waarvan je weet, ja, die gaat altijd aan de bovenkant zitten. Dus als ik die al iets te hoog ga zetten, dan gaat die daar nog verder boven zitten. Um, dus ja, weet je, als ik normaal zeg, ik wil een interval van twee minuten op 110, 120% van FTP zetten. Um, en dat, dat, dat zou ik dan bij, die, bij de die waar ik toch weet dat hij aan de bovenkant gaat zitten, dan zou ik dat woord 110, 115 zetten. Ja. Omdat ik dan weet dat dan hij toch boven de 115 zit. Ja. Dus dat doe jij ja, dat, wel. Dat... Op een gegeven moment leer je atleten kennen en denk je nou aan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja die... <laughs> Dat weet je van tevoren. Ja, maar dit kun je ook eigenlijk niet vertellen. Want ze luisteren <laughs> ook. Dan gaan ze ja, er eigenlijk nog meer mee boven. Dus diegenen die dat hebben die hoor, en die luisteren, die, die, die lachen natuurlijk nu tijdens dat ze dat, dat luisteren. Zijn. Oh ja, ja. Nou, dan wacht maar even. Dan ga ik dat de volgende keer wel even nog harder doen. Ja, ja. Nou, dat is nou, we we helemaal niet ook. Ik ben is benieuwd wat voor data je binnenkrijgt. Dat is het nog, week, wel, over, nog ja. wel een leuke ervaring uit onze uh, eerste zes maanden. Want ik weet natuurlijk, wij, wij trainen nu uh, een maand of tien met elkaar. En in het begin weet ik natuurlijk ook dat jij dit aan het doen bent. En in het begin waren de trainingen best wel makkelijk. Toen ja, ja. dus dacht ik, oh ja, zat ik ook iedere keer boven. Denk ik denk, nou, hij, hij, ja, ja, hij blijft ze vanzelf opvoeren ja. tot het punt dat ik hem vanzelf een keer kraakt. Ja, wat je denkt 320. Ik haal 300 vind ik nu ook wel genoeg. Ja, Kijk, daar ja. zit je nu op. Ja, zeker, zeker. <laughs> maar ja. ja, ik vind het wel interessant, uh, Gerrit eigenlijk van. In hoeverre loop jij nog voor jezelf of loop jij voor je coach? Ah, dat is zeker interessant. Daar kan ik wel iets nou, over. Dat ja? Dan hoop ik toch dat, dat, uh, dat hij het antwoord geeft wat ik <laughs> wil horen. Nou, oh, kijk, nou, dan schrijven we toch iets door in hoe de verhouding is. Nee, ik ga je wel zeggen dat ik uh, met name vol toen in de laatste weken voor de Amsterdam Marathon echt heel veel profijt heb gehad van de vreemde ogen. Want ja. ik had toen een hele drukke week in Genève. Mensen die mij op Strava volgen, die hebben dat vast ook gezien. Daar kreeg ik trainingen op waarvan ik zeker weet... dat ik ze nooit gedaan zou hebben... als ik niet onder begeleiding van Guido stond. Uh, een voorbeeld. Negen uur in de auto naar Genève rijden. Helemaal gaar. En dan zegt hij... ga na het rijden nog maar even een half uurtje lopen. Nou, dat zou... En dat doe jij dan En dat heb ik dan braaf gedaan. Ja, want ja, we ja, ja, ook ja, ja dat weet weer inderdaad. En ik moet zeggen, op de terugweg... want we hebben de hele week in Genève getraind. Was ook echt bizar. Maar goed, dat is wel leuk. Ik heb op een gegeven moment dat dus maar... Als onderdeel van de uitdaging van de week gezien. Dus voor de mensen die mij niet op straat volgden: ik uh, was presentator van een groot internationaal congres. Ik stond van 8 uur s ochtends tot 6 uur s middags ja. op het podium en voor de camera. Maar ik had op een gegeven moment in mijn kop... ...ja, dan is de dag niet klaar. Dan moet ik gewoon zo snel mogelijk terug naar mijn hotelkamer. <laughs> Broekje aan, shirtje ja. aan, petje op... ...en dan I Geneve Iedereen in. aan de borrel en jij... Ja, en ja, 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 ja en da da daar aan. heb ja. ik dus dan bewust op ingeleefd. Ik, ja. heb, ik heb ge gele geleefd als een monnik. Ja. Ik heb geen sociale programma's meegedaan. <laughs> ik heb gerend, ik heb gegeten. Ik ging ja. voorbereiden voor een dag. Ik moet wel zeggen, op een gegeven moment gaf hij dan... ...op de donderdag midden in die week twee uur op. Ja, <laughs> dat da da ging toch echt <laughs> ja. even een tandje te ver. Daar ja, heb ik ja, dan toch wel ingegrepen. Daar ging gewoon anderhalf ja, ik... microquitting. Nee, je ja. heb nee, hebt drie vijf kwartier van gemaakt. En die dag daarna nou, had ik oh ja. meer tijd. Daar stond geloof ik een uur. Daar heb ik toen een oh uur en ja. drie kwartier van oh, gemaakt. Ik denk nou, dan, uh, ja. dan is het samen toch weer hetzelfde. En hetzelfde, ja, op die terug, die zondag ging ik terugrijden, negen uur in de auto. Ik moet bekennen, ik was blij dat je wel niet thuis was. Yes. <laughs> Want die hebben mij natuurlijk de hele week niet gezien. En dan zou ik thuis komen en uh, eerst gaan lopen. Nou, ze waren gelukkig nog uh, van huis af. Dus ik bellen. <laughs> zijn jullie al thuis? Nee, we zijn nog in Zwolle. Oh, we ja. komen dan in de Ik ben gaan. straks ook thuis. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, um, ja, dat gaat wel ver. Ja, en dat gaat heel niet, ver. Uh, Waar, ja. Ja. Maar je loopt voor jezelf en niet voor mij. hè. <laughs> nee, ik loop uh, voor mezelf. Ik zet de doelen voor mezelf. Ik kies ja. zelf dat ik die marathon wil gaan lopen. Ja. Maar jouw externe ogen zijn voor mij wel een hele nee, fijne ja. motiverende factor. Wat ik zeg, als, ja. ik, als ik die niet had gehad, dan kan het zijn dat het op een schema staat. Maar dat zou ja. ik het denk niet gedaan hebben. Ja, nee, maar dat is het. Weet je. je, je loopt voor jezelf. De intrinsieke motivatie moet eruit komen dat je dat voor zelf graag wil. Dat mag je hopen. Hè. En. Um, ik ben zeg maar als coach. Als je iets niet lukt of niet gedaan heeft, dan ben ik nooit als coach teleurgesteld daarover. Ja. Nou. Hey. Nee, nee. Nou, okay. Zo, uh, ik denk dat ik even wegga hier. Want, uh... Nee, wacht nee, Ik vind het juist. Ik vind het heel motiverend. Nee, tuurlijk, ik loop voor mezelf. En ik moet ook zeggen, ik was ook een soort van extra trots. Dat ik Gineve zo heb kunnen doen. En zelfs dat geintje na 9 uur rijden, nog een yep. half uur lopen. Ja. Ik zie er tegenop, maar als ik het dan gedaan heb, ben ik extra trots. Ja. Ik zal toch ook niet snel vergeten dat ik op een gegeven moment weer het werk het overnam. Het werd erg druk en ik een aantal trainingen gemist heb. Ja. Wij hebben daar op een gegeven moment over gebeld. En noem het passive-aggressive, noem het een geintje. Maar ik heb toch heel hard in mijn oren geknoopt. <laughs> dat jij op een gegeven moment zei, Guido. Als jij nog meer van dit soort trainingen eruit gaat gooien. dan gooi ik er straks ook nog wel een aantal trainingen uit. Nou, ik weet niet of we dat zo bedoelde. maar voor mij kwam dat toch over als een moment. luister, vriend. jij kiest om met mij te werken. dan ga je wel gewoon doen wat ik je opgeef. want als je het niet doet. dan heeft het ook geen zin om samen te werken. Uh, volgens mij is dat ook wat je wilde zeggen, Guido. maar dan moet je zelf maar toevoegen. Ja, maar nou dat, ja, dat, ik, dan... dat heb ik toen wel. als een soort van. oeh. Um, ik moet er wel, hè? in die zin zit daar wel een stuk externe druk ook op, maar nogmaals, die vind ik heel fijn in mijn geval, want ik doe het daar goed op. Ja, weet je, dat is eigenlijk dat je in de samenwerking naar, naar elkaar toe een soort commitment hebt, wat ik net al riep. Um, jij wil graag dat ik me, um, uh, mijn werk voor jou goed doe en uh, je help om goed te presteren op uh, um, wedstrijden waar je dat graag wil. Ja. Um, en aan de andere kant heb ik daar natuurlijk ook een bepaalde uh, uitvoering van jou voor nodig. Dat je de, nou ja, de, de, het plan wat ik gemaakt heb, niet tot in de details altijd kan uitvoeren, maar wel op, ah, weet je, heel veel, uh, op heel grote uh, nauwkeurigheid, zeg maar. En dat kan natuurlijk ook wel eens in de soep lopen. Doordat je het gewoon heel druk is. En dan moeten we daarop ingrijpen. Alleen dat moet dan niet heel lang duren, want ja, dan op een gegeven moment denk ik: ja, maar nu hebben we al zo vaak alles bijgesteld en, en, en trainingen eruit gegooid. Nu blijft niet zo heel veel meer over. Nee, nou, en daar komt dus mijn twijfel vandaan: loop jij voor jezelf of loop je voor Guido? Tuurlijk loop ik voor mezelf en zet ik mijn eigen doelen. Maar ja. ik ga enorm goed op een stukje ja. externe motivatie, namelijk ja. een Guido Vroemen die op een gegeven moment zegt: gast, hoppa. Maar ja, dat vind ik wel iets van, want dat, dat ben jij en, en, en Guido heeft te maken met meer atleten, meer pupil. Dus ik ben benieuwd, heb je, ja, er zijn ook atleten misschien die veel eerder zeggen, ja, uh, stik er maar in Guido, deze training trek ik niet, gewoon, uh, laat maar zitten. Is dat, uh, leer je op die manier ook je atleten kennen juist of, en kan dat uiteindelijk ook gewoon zeggen van, ja, jij past niet bij mij, sorry, je moet maar een andere coach uh, gaan vinden? Ja, nou, dat kan. Dat laatste, dat kan zeker, weet je. Er zijn uh, genoeg atleten... die op een andere manier... begeleid willen worden of anders willen trainen. Maar dat weet je vaak... dat weet je vaak wel al van tevoren. Mm het -hmm. staat bij mij wel redelijk duidelijk... hoe ik werk. Ja. Het, wat, wat ik nodig heb om je goed te begeleiden. En er moet gewoon... Um, een klik zijn tussen mij en de atleet. Hè? Dat moet gewoon... prettig lopen en je moet elkaar... Nou ja, makkelijk alles kunnen vertellen... Ja. Um, ik ben er om, ja, om de atleet te helpen en de atleet moet dan ook mij vertrouwen en daar mij zoveel, nou ja, zoveel mogelijk informatie geven, zodat ik dat ook kan. Ja. Dus um, nou ja, dat, dat helpt natuurlijk en dat, dat werkt voor mij ook als enige, ja. dat uh, uh, nou, de samenwerking jeugd, optimaal is. Dit gedachte-experiment wat je nu doet en ik weet, we hebben die vraag jou wel eens gesteld al in aflevering 21, Guido, toen we jou voor het eerst uh, troffen. Ik kan inmiddels uit eigen ervaring zeggen, dat kan bijna niet voorkomen. Want je zit hier natuurlijk wel vrijwillig, hè? Er is niemand die tegen nee. mij zegt, jij moet met Guido ja. Vroemen trainen. Dus als ik zou gaan zeggen, ja, die training zakte maar in. Ja, dan, dan ben ik met Guido eens. Ja, nee, dan precies. houdt het volgens mij op een gegeven moment op. Dan zie je dat val al eerder aankomen. Dan bespreek ja. je dat. En dan ga je zeggen, nee, de komende paar weken zijn hartstikke druk. Ja. En, uh, nou. Ja. Dat neem je dan mee, nee, dat snap ik. Maar ik wil natuurlijk een ja. beetje de boek Je een op eh, scherp zetten, hier. Nee, ja. snap ik. snap ik. Nee, nee, Maar Er komt dus wel eens voor dat er uh, in, in het logboek dan ergens ineens staat: van... Boah, ik, ik kreeg het vandaag. Uh, ik, uh, sorry, maar training heb ik niet gedaan, dat kreeg ik niet voor elkaar. Ja. Ja, maar dat is wat anders. En wij hebben namelijk ook wel gehad ja. dat ik op een gegeven moment. Want, want inderdaad, jij geeft een trainingsschema per week. Ik probeer zo goed mogelijk al in TrainingSpeak vooruit te zeggen als ik inderdaad dagen of die week in Genève of als ik er niet ben. Maar ja, soms zit er. Ik heb niet helemaal agenda erin staan. Dus als ik dan zie, wacht even. Hij doet daar een zware interval of anderhalf uur. Dat ja. past me niet die dag. maar die dag daarna wel. Ja, dan ja. gaan we natuurlijk wel schuiven. Dat, dat is gewoon op dagbasis aanpassen. Ja, ja. ja en dus zo moet het ook werken. Ja, ja. mooi. Leuk. Uh, aanpassingen maken aan je trainingsschema. Mag dat zomaar? Was de vraag. Ik heb nog één laatste punt wat ik graag wil inbrengen. Want nou. we hebben het nu allemaal over parameters. Eigenlijk in rust. Hè? Ja. Hoogstens meer misschien die hartslag tijdens de inspanning. Ik moest nog denken aan dat coaching-control-project in Groningen. Ik heb toen met uh, destijds met Ruby Otter, dat is een van die onderzoekers daar gesproken. En die zei: Ja, wat wij ook doen voor in ieder geval voor de schaatsers en de roeiers, denk ik. Maar ook voor wielrenners heel geschikt kan zijn. Is zo'n warming up, een submaximale warming up, waarbij je eigenlijk die hartslag monitort en volgens een, een vast tramien En daaruit ja. kan halen, eigenlijk van. Hey, ja, hoe fit is iemand op dat moment? En lees welke training kan ik ja. wel of niet aan? Dat is eigenlijk die, die Lambert Submaximal sub cycling, cycling test. Ik vroeg me af, Guido, jij kent dat. Ja, do, do, ja wat vind jij daarvan? Je kan het die natuurlijk met hardlopen, ja, ja. is dat een stuk lastiger? Dat besef ik ook Ja, maar die test is verder prima. Ja. Um, je moet ze wel gecontroleerd uitvoeren. Dus um, mensen dat zelf laten doen op afstand... is een stuk lastiger, want dan, ja, dan heb je toch wel meer kans op storingen, bias. Ja. Um, maar je maar moet je dat echt groen... op, een, uh, op een ergometer doen, toch? Ja, en, uh... kijk, je wilt... Vermogen nauwkeurig hebben, je wilt hartslagmeting uh, nauwkeurig hebben. Je moet uh, een bepaalde opbouw hebben en een bepaalde rustperiode. En daar meet je alles in. En op ja. basis daarvan kun je dus, nou ja, je moet ook nog scoren RPE Ja. En op basis daarvan kun je een conclusie trekken of iemand, nou ja, um, wel of niet functional uh, aanpast aan de trainingen die er uh, zijn gegeven. En als je een vaste groep hebt met een vaste trainer, die op een vaste plek steeds bij elkaar komen, dan kun je dat daar ja. natuurlijk een opstelling maken. En dan gaan ze naast elkaar of achter elkaar die, die, die test doen en aan de gang met de training. Want ik had het idee, als je het als een soort warming-up doet, en ja, in zes, kan, ik zes ik of tien nog... minuten, dan, dan zou je voor elke training doe je dit. En dan weet je meteen: ah, nou, ja. eh, dit kan ik vandaag in de training wel of niet stoppen. Maar het is een pittige warming-up, okay. moet ik je zeggen. Ja. Ik vind de test op zich, als je dat steeds zou moeten doen, en dat heeft iets met 70% uh, hartslag max, 90% hartslag max, 90% hartslag max. Ja, ja. Is dat ja. pittig? Man, ja. als je dan denkt, man, ja. als ik dat elke dag moet gaan doen, of uh, drie ja. keer per week. Ja. Pff, dat, is echt, uh, <laughs> dat is echt gewoon niet heel relaxed. Nee. En dan mogelijk te veel, als je daar iedere training mee begint, zeg jij. <laughs> nou, te veel niet zo. Kijk, je gaat er tegenop zien. Ja. En eigenlijk ja, wil je dit. Onopvallend wil je dit in een training invoegen, ja. ja. zonder dat het andere dingen gaat storen. Ah, ja. en, en dan denk je: Jeetje, ik moet vandaag weer zo'n uh, zware warm up En dan weer 19% van mijn maximale uitslag halen. Ja, maar dat is het ultieme: als jij het in een training kan stoppen, live volgen en dan ter plekke een training ja. kan uh, veranderen, beïnvloeden. Ja. Eigenlijk doet uh, Garmin dat nu een beetje zo met een algoritme van first beat. Hè? Hey, krijg dan je dan we naar na rond, we 20... zijn weer bij de AI-apps en ja. hoe betrouwbaar ja. die dan zijn. Ja, ja. Ja, 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 dat proberen ze natuurlijk, want je doet eigenlijk niks bijzonders. En het enige wat, die, hè, wat, wat Garmin dan achter de schermen doet is, wat is jouw hartslag, wat is jouw snelheid, wat ja. is jouw vermogen? En dat koppelen, is dat normaal? Ja. Of is dit... Afwijkend. Dat is die, uh, die, die min 2 Recovery plus 3 score. plus 1 die je zo na 12 minuten te zien krijgt. Ja, toch? ja dat is, ja. ja, ja. Krijg ik krijg al ja. jaren kan er helemaal niks mee. Ik snap <laughs> ook niks van die waarden. En, en ja, nee. inmiddels Waar? weet ik dat het dit is. En dan ja. denk ik, ja, nou en. Ik moet toch gewoon doen wat ik moet doen. Ja, ja. ja dat klopt. Maar dan weet je, kun je een beetje zeg maar, in gedachten houden van nou ja, als dat echt een heel slecht getal is. En um, min 5 of min 8 of zoiets, hè. Dan weet ik al, als ik dat bijvoorbeeld op een horloge heb staan. En ik, ik ben ook aan het meten op de polshartslag. Dan denk ik, ja, daar ja, klopt natuurlijk weer geen hmm. hout van, van die polshartslag. Ja. En dan krijg je ook, wat ik al zei, slechte data geeft ook slecht advies. Ja. Ja. Dus okay. dan heb je daar niks aan. Maar als Zoveel het wel zijn, klopt, dan denk je, nou, ja. mijn recovery score is 1. Nou, dan ben ik een beetje de, wat ik normaal altijd ben. Dus gewoon hè, goed, normaal, niks bijzonders. Kan gewoon doen wat ik wil. Kunnen aan de baak. Ja. ja, Mooi. Um, interessant. Trainingsschema's. Krijgen we ook veel vragen over in de mailbox. Dus uh, daar komen ja. we vast nog wel eens op terug. Leuke vraag ook of we misschien iets kunnen zeggen over. Uh, er schijnen nogal veel hardlopers naar ons te luisteren. Daarom zijn we natuurlijk een van de best beluisterde uh, podcasts in de categorie hardlopen. Maar wij zijn natuurlijk triatleten. Wij praten veel over triathlon. En er schreef laatst uh, iemand ook. Ja. Ik ben niet vast niet de enige. Die, volgens mij was het Drow Wallaert... Die zegt die door jullie enthousiast wordt om volgend jaar te gaan triatlonnen, Dus oh ja. met verzoek of wij misschien nog eens een aflevering willen maken over hoe begin je nou oh ja. van hardlopen naar je eerste triatlon. Nou, ja. die hebben we opgeschreven ja. op de redactielijst. Ah. Um, gaan we nu niet helemaal nog eraan toevoegen. Wat ik wel leuk vind om er nog even aan toe te voegen is een oproep die ik uit mijn ooghoeken voorbij zag komen. Want er worden proefpersonen gezocht. Guido, misschien heb jij hem ook gezien. Dus even kijken of ik hem in beeld kan krijgen. Daar is hij. Ik zag hem in de mailing van HRV4 Training. Die app uh, waar we ah, deze ah, aflevering ja. ook over hebben. Um, namelijk een uh, Carla uit Barcelona. Helaas, het is een uh, trainingstest <laughs> op afstand. Dus je hoeft niet naar Barcelona. Die zoekt fietsers. Die ja. Een, ja, er zijn wel wat ingangseisen. Er vallen veel luisteraars af, denk ik. Maar um, die een vermogensmeter hebben. Nou, Wie niet? Uh, heel veel mensen niet, Guido. Maar uh, ik inmiddels oh. wel. Um, die hun HRV dagelijks monitoren of willen gaan monitoren. Nou, dat doe ik al wel. En okay. dan een vier weken trainingsprotocol willen gaan volgen. Ik vroeg al even aan Carla op Twitter, uh, wanneer begint dat dan? Nou, ze zei, ze mag anywhere tussen nu en het einde van het jaar beginnen... Uh -huh. Um, en ze gaan we proberen of, uh, of ze een, uh, een relatie kunnen leggen tussen HRV en je scores die je daarin legt en de training. Uh, je moet 18 jaar oud zijn en uh, je moet je committeren aan een vierweekings trainingsprogramma met ook een aantal, uh, aantal uh, FTP testen en allerlei zaken. En dan staat er nog onder, ja inderdaad, we gaan proberen je sneller te maken. Dus uh, wie weet. Uh, Guido, het leek mij wel leuk als ik me aanmeld voor dat programma, maar dat moet dan even in overleg met jou natuurlijk om te kijken of dat in het programma past. Ja, het lijkt hem makkelijk voor mij dan, hè? Die 40 ja. dagen. Ja, precies. <laughs> <laughs> en, ja. Ik probeer je even terug te ik vinden. Krijg je niet een, nog een bidon of iets? Dan krijg je helemaal niks? Uh, ik weet niet wat je krijgt. Ja, je wordt beter. Ik uh, advies? Advies. Ja. Ja, sowieso ja. advies en inzicht. Ja. Dan kan ik Guido nou nooit meer op het scherm krijgen. Ik jammer. ben er gewoon, hoor. Ja, maar niet bij ons in de studio. Oh, wat Samen jammer. Kan je niet schakelen. Maar uh, even kijken waar je bent. Anyway. De, uh, ik zal de oproep naar die studie in de show notes zetten. En dan ja. uh, kunnen mensen zich daarvoor aanmelden. Ik ga het in ieder geval doen dan, denk ik. Dit soort dingen zijn op zich, ja, uh, denk ik. Ik weet niet waar, waar, waar dit precies uitgestuurd wordt. Misschien natuurlijk vanuit die HRV-app, dus. Die nee, zij van. is uh, van de Universiteit van oh, ja. Barcelona, ja. Catalonia. Ja. En zij doet uh, promotieonderzoek. Ja. Vinden ja. wij leuk, toch? Ja, nee, zeker. Willen wij helpen. Maar zo op die manier kun je natuurlijk, ja, je hebt data nodig uiteindelijk. Daarom. En uh, mensen kunnen op afstand hun ding doen. Dus dus check even die oproep in de show notes. En als je dit nog luistert voor het einde van 2022... kun je je dus nog aanmelden. Sowieso leuk als je nog vragen, opmerkingen, aanvullingen hebt... als je even reageert. Dat kan op een aantal manieren. Via social media zijn wij de @slimmerpodcast Slimmer Podcast. Op Twitter en Instagram maken we van iedere aflevering een post. Dan kan je retweeten, kan je hartjes geven. En ga ons vooral ook even volgen op Twitter en Instagram. Zoek naar @slimmerpodcast Slimmer Podcast. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl en daar vind je van iedere aflevering een pagina. Daar kun je ook comments achterlaten. Maar die pagina kan je natuurlijk vooral ook doorsturen naar mensen voor wie deze aflevering interessant zijn. Mensen die wel soort worstelen met hun schema en al dan niet daarvan afwijken. Mensen die misschien geveld worden door een verkoudheid of de griep op weg naar een marathon of een triathlon en denken: oh jee, wat nu? Nou Die hebben hopelijk hier ook wat nuttigs aan. Of je kan ons mailen via post slimmerpodcast.nl. En uh, nou, we lezen altijd meteen. We reageren soms iets later. Maar we vinden het super leuk om van je te horen. Um, en daarmee uh, gaan we maar weer trainen, denk ik, of niet, Giro? Dat uh, is wel nog nodig, hè. Maar het is uh, bijna weer marathontime. Dus uh, er moet nog wel wat gelopen worden. Ja, nou, nu verraadt je een beetje dat we onze opnames en uh, onze uitzendingen niet. Hè, maar kloppen, uh, als mensen dit luisteren, heb ik marathon, uh, bijna marathon. Amsterdam ja, bijna. al lang achter de rug. Maar maar weer Een de nieuwe marathon dus. Nou, er zijn natuurlijk ja. wel evenementen waar je ons kan treffen. Dat is nog wel een leuke. Dat moet ik eens vaker zeggen. Als je bij ons op de website komt, krijg je een pop-up om je aan te melden voor onze mailinglijst. Dan krijg je iedere week een mail met de nieuwe aflevering. Maar daar zet ik ook altijd onder. Waar je Jurgen en mij kan ontmoeten. En als je daar dan ook mee doet, dan krijg je een gratis sportshirt. Dus ja, wie wil dat nou niet? Dus als je nog niet geabonneerd bent op onze mailinglijst, doe dat even. En dan weet je bijvoorbeeld dat wij. Uh, volgende week naar de Renswouden. Dorpsrun. Dorpsrun Renswoude gaan. Ik ga daar heel hard lopen. Jij hebt je afgemeld. Dus uh, Maarten Hagers, vriend van de show... Uh, loopt onder jouw naam en nummer de 10 kilometer. Ik dacht zelf, oh. ik ga eens een rustige halve marathon misschien wel weer doen. Kan wel tegen die tijd, denk ik. Wij gaan samen naar de Zevenheuvelen loop. Ja. Met heel veel vrienden van de show. Jerry Cornelissen en een hele club vrienden komen we daar tegen. Uh, met shirts ook, uh, vrienden van de show. En we gaan... Uh, Amsterdam, denk ik. Unicef. Die uh, Unicef Amsterdam run. Ja. ja, dat is 10 november. Dat is daar okay. nog tussen. Kortom, jij zegt we gaan Volk ieder weekend dan, lopen. Nee, dat is 10 november. Oké, okay. ja. Dus daar kom, uh, kom je ons nog tegen. Ja. En ik ga 17 december naar Ameland. De Adventure Run. Laatste week voor de kerstvakantie. Dus uh, ah, kortom, okay. als je wil weten waar doen we de meet en greets, Zorg dat je op de mailinglijst staat. En dan krijg je misschien wel zo'n gratis shirt. En als je zo'n shirt sowieso wil. Dan kun je die bestellen in de webshop. Slimmerpodcast.nl Slash webshop. Mooi. Guido, we spreken ja. jou volgende week niet. Want dan gaan we met Marije Elfrik gremser praten over zelfregulatie. Hé, hey, mooi aanvullend ja, uh, thema. na aanleiding van ja. deze week. We spreken jou de week daarna weer. En dan uh, nou, moeten we nog eens even kijken waar we het over gaan hebben. Dank voor je bijdrage vandaag. Goedendag, ja, ja, uh, Guido. Tot de volgende keer. Jurgen, to tot, tot volgende week. Ui. Hoi.